Ronald Hoogaard, voorzitter van de Centrale voor Landsdienarenorganisatie CLO, heeft gisteren in een persconferentie zijn misnoegen geuit over de aantijgingen of verwijtingen die aan het adres van de CLO zijn gemaakt door de C47-voorzitter Robbie Berenstein. Volgens Hoogaard is C47 continu bezig met de CLO. De organisatie valt volgens hem niemand lastig en als de C47 met de CLO op vijandige voet verder wil leven, kan het wel zo ver komen, benadrukte Hoogaard. Ik heb nooit, heeft u me ooit één overtoog gehoord horen uiten naar Berenstein of naar die groep daarover? Mensen, die mannen hebben 10 jaar geregeerd. Nooit hoe je zo'n ministerschap, nooit hoe je zo'n directeurschap, nooit hoe je zo'n onderdirecteurschap. Waarom maken ze ons lastig? Waarom vallen ze ons aan? Afgunst, haat. En dan ga ik de geschiedenis in. De cultuur van C47 SPA is om te heersen. CLO, C47 zijn vanuit de PNR ontstaan. Inderdaad, in feite. Wanneer je nagaat, is het om politieke macht te verwerven. De man vethangen, NPS, Jopie Pengel, dit en kier en schrijf. Ronald Hoogaard. Volgens Michael Miskin, bestuurslid van de CLO, gaat hij geen andere mensen bespreken die de CLO niet hebben aangevallen vanuit Rafaxuur. Miskin is van mening dat, als er een probleem mocht zijn, Rafaxuur een persconferentie zou beleggen en niet de C47. Miskin zei verder dat Robbie Berenstein heeft gezegd dat Miskin geen kader zou bezitten om in het bestuur van Investuur zitting te nemen. Daarop reageerde de CLO-topman als volgt. Wil ik meneer Berenstein via u in herinnering brengen toen hij mij vorig jaar opbelde. Naast mijn positie hier als bestuurslid van de CLO ben ik ook directeur van het Pensioenfonds Suriname. En terwijl men bezig is actie te voeren tegen de regering, dan word ik opgebeld om te kijken naar een investering van een van de mensen die in Rafaxuur participeert. Hij heeft me gezegd, de vakbeweging gaat dat ondersteunen, de vakbeweging wil betalen, maar misschien wil ik ook vanuit pensioenfonds dat betalen. Dus kennelijk heeft meneer Berenstein op dat moment toen hij me belde, toen dat ding ging om een investering van 1 miljoen euro, toen achtte hij mij wel capabel om een investering te beoordelen. Aldus Michael Miskin, bestuurslid van de Centrale voor Landsdienarenorganisatie CLO, heeft gisteren zijn misnoegen geuit over de C47 tijdens een persconferentie die de CLO heeft gehouden op het secretariaat aan de Gemene Landsweg.